Hallo kidokie allemaal, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Ik heb vandaag weer een opgemaakt video voor je van de maand april. Dat is toch gênant dat ik altijd erover na moet denken, gewoon omdat ik het gewoon even op dat moment gewoon niet weet. Maar goed, het is eigenlijk helemaal niet zoveel. Vooral voor grote verpakkingen vallen eigenlijk best tegen. Ik weet niet hoe het komt, hoe het kan, maar in ieder geval feit is dat het gewoon niet zo heel veel is. Ik zou zeggen, laten we gewoon maar gauw gaan beginnen. Ik kreeg van mijn collega, die zei van, je bent altijd een kwartier aan het lullen voordat je gaat beginnen. Vond ze gezellig hoor. Maar ik denk, nou, dan ga ik nou een keer inperken. We gaan gewoon gauw beginnen. We beginnen gewoon even met wat bovenop ligt. Pakje wattenschijfjes. Deze zijn van de Kruidvat en deze heb ik bij mijn vriend opgemaakt. Ik had ook nog een pakje andere wattenschijfjes opgemaakt, maar ik weet niet waar die gebleven zijn. Ik dacht dat ik ze in mijn opgemaakt mandje had gedaan, maar blijkbaar niet. Deze van de Kruidvat zijn prima en ik had er dan ook nog een van de Kaufland hier thuis opgemaakt. Maar ja, die kan ik dus even niet vinden. Dan ligt er een pakje wattenschijfjes, een pakje make-up doekjes in van Nivea. Deze kocht ik in Zuid-Afrika onder het mom van, hey, die hebben we in Nederland niet. En alles wat we in Nederland niet kunnen kopen, moet ik hebben. Dus 2 jaar geleden of zo, ja precies 2 jaar geleden. En toen zat ik nog helemaal vol in die beautyverslaving van alles wat we in Nederland niet hebben, wil ik hebben. En dat is onzin, ik heb niet alles gekocht wat we in Nederland niet hebben hoor. Maar wel een aantal dingen, waaronder deze. En ik zag pas toen we thuis waren, of eigenlijk toen ik ze ging gebruiken, pas dat het tweede ingrediënt alcohol is. En ik heb ze dan nog niet gebruikt voor op mijn gezicht, want mijn gezicht kan daar gewoon niet tegen. Dit wordt alleen maar vetter en alleen maar... meer geolied, omdat men, ja, dit gewoon het vocht uit je huid trekt en dat je huid daar als reactie olie op aan gaat maken. Maar deze heb ik gebruikt om spatjes te verwijderen, daar vond ik hem prima voor. Douche gels, die heb ik 3 opgemaakt. Ik merk nadat ik minder in bad ga en vaker onder de douche stap, dat het ook harder gaat met de douche gels. En ik denk dat dat vooral komt omdat ik, vorig jaar ging ik bijna iedere dag in bad. Ja, ik weet dat dat schadelijk is, maar ik geniet daar nog steeds heel erg van. Nou probeer ik om de dag in bad te gaan. En in bad doe ik eigenlijk alleen mijn bovenlichaam wat niet in het water komt, dat was ik. En mijn voeten, die doe ik ook met zeep. Maar de rest ligt constant in het water, in een beschuimd water ook. Dus en mijn billen en geslacht, dat was ik dan ook los, maar dat doe ik niet met douchegel. Dus ik gebruik in bad veel minder douchegel. En in de douche gebruik ik dat gewoon veel vaker. Dus pomp ik 2 keer of dan doe ik echt niet zuinig met douchegel. Maar deze van de Rituals is op. Deze heeft op de badrand gestaan. Daar heb ik dus ook langer mee gedaan dan met de rest. De Ritual of Happy Buddha, mijn favoriete geur van de Rituals. Ik vind deze heerlijk, geweldig. Ik heb hem van mijn moeder gekregen en ik baal dat hij op is. Want hij is zo lekker. En ik heb er nog een body butter, zo'n kleintje van staan. En die ga ik ook lekker van genieten. Eentje van Dove. De Dove Nourishing Secrets body wash met avocadoolie en calendula. Ik ken het niet. Hier zit dus ook wel of geen SLS in volgens mij. Nee. En ik vond hem vooral heel erg lekker ruiken. Hij ruikt een beetje, inderdaad naar avocado. Een beetje fruitachtig. En ik vond hem heel erg lekker. Ik heb er nog een body lotion van. En die heb ik dus ook in combinatie gebruikt. Deze van Yves Rocher, de Almond Orange Blossom, vond ik ook op zich wel lekker. Ik heb hem eigenlijk vooral als badschuim gebruikt. Maar ik vind hem, het is niet mijn favoriete geur ever. Ik vond hem niet vies, ik vond hem niet lekker ertussenin en ik koop hem dus ook zeker niet opnieuw. Nog iets voor in de douche is de Nivea Body Lotion onder de douche. 24 uur hydratatie met aloe vera en deze vond ik super lekker ruiken. De combinatie van Nivea en iets zachts, iets voedends, iets crèmerigs erbij. Ik denk dat dat dus de aloe vera is. Ik moet zeggen, ik vind dit niet fijn om iedere dag in plaats van een body lotion te gebruiken. Maar alle dagen dat ik lui ben, dan ben ik de meeste dagen van mijn leven. Nee, dat is onzin. Vind ik het toch wel heel erg lekker om deze te gebruiken. En dat het ook mijn huid wel zacht maakt. Niet zo zacht als een gewone body lotion, maar zachter dan wanneer ik niks gebruik. En deze rook zo lekker. Zo lekker zacht en verfrissend en ja, heel erg gezond. Ik kan het niet anders uitleggen dan dat. En ik heb hem bij de prijsmapper gekocht. Dan heb ik een Zwitsers schuimbad opgemaakt. Een van mijn favoriete badschuims. Ik heb al 100 van deze flessen opgemaakt. En ik heb nou alweer een nieuwe in gebruik. Deze is 500, die andere is ook 500 ml. Ik heb ook wel eens flessen van 700 ml. Maar nu heb ik die van 500 ml. En die heb ik ook pas weer opnieuw gekocht bij de Ethos. Lekker. Ik heb nog een klein body lotionnetje van Zwitser opgemaakt. Deze stond ook bij mijn vriend.
En die ruikt gewoon hetzelfde, gewoon heel erg lekker. En volgens mij heb ik deze ooit gekocht voor op vakantie. Heb ik hem toen meegenomen naar mijn vriend om daar op te maken. En daar heb ik van genoten. Iets voor in badje. Dit is een leeg zakje, ga ik ook hergebruiken. En hier zat een badbom in van de Comforter. De Comforter is van Lush. En die hadden een douchegel die ik heel erg lekker vond. En die hadden ook een bodylotion die ik ook heel erg lekker vond. Maar die zijn eruit. Ze hebben nou nog een bubbelbar en een badbom over. En die badbom die heb ik opgemaakt. Die heb ik ook in een 10 random review video. Die was afgelopen woensdag online gekomen. Zit hier erbij. Een Aussie 3 minute miracle. Net hoe je het uitspreekt. Deep conditioner. Deze is paars. En dat komt omdat die uit Amerika komt. Daar was het $2 voor $5 of zo. Echt belachelijk goedkoop. In vergelijking met wat wij er hier in Nederland voor betalen. Nou is het in Nederland wel vaak 1% gratis. Of 50% korting of iets. Of tweede halve prijs. Maar ik vind Aussie gewoon heel erg fijn. Ik heb nou nog één zo'n fles. Want ik had dus $2 voor $5 gekocht. En een aantal maskertjes van André Lon nog. En ik ben daar dik tevreden mee. Ik vind dat prima. En deze ook. Deze is echt heel fijn. En die hebben we in Nederland ook gewoon maar dan in een witte verpakking. Zo'n wit-gelig, ja, cremig kleurige verpakking. Maar wel met de paarse letters. Ik heb 2 kleintjes opgemaakt. Een mini shampoo en een mini conditioner. Deze kocht ik in Utrecht op het station. Daar heb je... Ja, zo'n soort van op is op voordeelshop. In Hoogkatrijnen zit dat dan. En daar, ik weet even niet meer hoe het heet. Maar dan verkoopt ze ook Wet n Wild make-up. En het is een soort van Big Bazaar. Dan wel op is op voordeelshop. Maar dan oogt het iets chiquer. En dan hadden ze dus deze Tresemme. Want er staat een trema op de. Of een streepje op de E. En Keratin Smooth Shampoo en Keratin Smooth 5-in-1 Benefits Conditioner. Deze had ik in mijn zwemtas zitten, maar omdat er niet veel meer gezwommen kan worden of gewoon niet door de corona, heb ik hem eruit gehaald en zodoende opgemaakt. Waren fijn hoor, maar ik zou er niet een volle verpakking van hoeven. Ze waren prima en eigenlijk misschien wel meer dan prima, maar niet goed genoeg om per se nog een keer te moeten willen en mijn shopverbod ermee te overtreden. Ik heb ook 2 proefmonstertjes opgemaakt. Nou ja, een shampoo en een conditioner. Allebei van Kerastase. Dit is de shampoo. En deze zat in mijn Project P bakje om op te maken. En ik vond hem heel erg fijn. Ook de conditioner vond ik er heel erg fijn van. Deze die heb ik van mijn schoonmoeder gekregen. Die komt op de een of andere manier altijd aan proefmonstertjes en zo. En dat vind ik heel erg fijn. En ik moet zeggen, met skincare producten heb ik er niet zoveel aan. Omdat ik dat op de langere termijn wil testen. Maar deze proefmonstertjes vind ik gewoon heel erg leuk om te proberen. Rook ook best lekker. En het deed ook echt wel wat voor mijn haar. Ik had wel het gevoel van, oké, mijn haar is goed gevoed. En het heeft echt wel iets voor mijn haar gedaan. Zelfs na 1 keer gebruiken al. Dus daar ben ik eigenlijk heel dik tevreden over. Ik heb een body butter opgemaakt. Ik spring een beetje weer van de hak op de tak en van over en weer. Deze is van Oh So Heavenly. En deze kocht ik ook in Zuid-Afrika 2 jaar geleden. En ik kwam er eigenlijk in het begin maar niet achter waarom ik deze niet fijn vond. Want dan... Rook ik hem en denk de geur is super lekker. Een beetje naar die Shea van de Body Shop. Ietsje sterker misschien zelfs. En dan ging ik hem gebruiken en dan kwam ik er iedere keer weer opnieuw achter waarom ik hem niet fijn vond. Dit is zo'n dik en lobbig spul à la de Body Shop dikte. Maar de Body Shop kun je makkelijk uitsmeren en dit product niet. Dit is echt gewoon zo lastig met uitsmeren. Dat ik het, en je moest het ook heel erg goed laten intrekken. Anders zaten heel je kleren of je pyjama onder. Nou, ik moet zeggen, ik laat nooit body butters of body lotions intrekken. Want ik... Ja, ik smeer het in en ik claim aan. En wat er dan niet ingetrokken is, is niet ingetrokken. Maar met dit moest er echt, want anders dan werd het gewoon helemaal pyjama vettig. En ik ben blij ook dat ik maar een kleintje heb gekocht en dat die nou gewoon op is. Skincare-achtige dingen. Een Nivea reinigingsolie. Deze zit in mijn favorieten van 2019 gezeten. En deze komt ook in de favorieten van 2020, weet ik nu al. Dit is met macadamia olie en ik heb een... In de 1+1 gratis actie een roze en een paarse variant gekocht. Omdat ik die dus ook wilde proberen. Ik heb nou die... Nee, een blauwe en een paarse variant. Zo moet ik het zeggen. En ik heb nou die blauwe variant in de douche staan. Vind ik ook prima. Ruikt net even iets lekkerder. Echt naar Nivea. Die standaard Nivea geur. Maar deze rook ook heel lekker verzorgend, toch? Echt de roze Nivea geur. Er zit toch wel een verschil tussen die blauwe en die roze Nivea geur. Maar die blauwe is echt de geur van dat Nivea blik, zeg maar. En die vind ik stiekem toch wel het allerlekkerst. Daar zit parfum in, maar hier zit ook parfum in. Wel allebei op de onderste regel. Dus ja, technisch gezien, qua ingrediënten, maakt het ook niet zo heel veel uit. Die paarse zit trouwens helemaal geen parfum in, maar die heb ik nog niet geroken of gebruikt.
Ik heb een maskertje opgemaakt van Makeup Revolution, de Warming Gel. Deze heeft in de dislikes van 2019 gezeten. Of in een tops en flops en dan als flop. Dat kan ook, dat weet ik even niet meer. Maar deze is van Makeup Revolution, waar ik dat grijze maskertje van Makeup Revolution super fijn vond. Dat charcoal masker. Zat ook glycolzuur in trouwens, vond ik deze niet zo fijn. Het was eigenlijk gewoon net lijm. Als je het zo deed, dan hing er zo'n hele draad aan. Het was super moeilijk op je huid aan te brengen, omdat het gewoon aan je handen bleef plakken en niet op je huid terecht kwam. Het warmde niet op. Het beloofde warming gel te zijn. Nou ja, ik heb daar niks van gemerkt. En het deed ook nog eens niks voor mijn huid. Ik heb hem wel opgemaakt onder het mom van, ja, ik smeer een maskertje en baat het niet, dan schaadt het niet. Maar ik koop deze zeker niet opnieuw. Deze kon je in mijn vlog zien, weer een haarproductje. Ik zei al, ik spring van de hak op de tak. De ORS Olive Oil Penetrating Hair Conditioner. Deze kon je ook in een vlog zien. Of ga je in een vlog kunnen zien dat ik deze als pre-wash heb gebruikt. Dus zeg maar voor ik mijn haar ging wassen. Een paar uur daarvoor in mijn haar heb gedaan. En lekker heb laten intrekken en daarna uit heb gewassen. Daar is hij eigenlijk niet voor bedoeld. Maar ik had op dat moment geen olie in huis. Dus heb ik het hiermee gedaan. En ik vond hem heel erg fijn. Hij was te koop bij de Op is Op Voordeelshop. Zitten goede ingrediënten in. Inderdaad olijfolie, sojaolie. Sinaasappelolie, aminozuren, dus ook echt wel allerlei goede voedende ingrediënten die goed zijn voor je huid, voor je haar. Ook voor je huid, maar ook voor je haar. En ja, ik kan hem niet meer opnieuw kopen. Misschien bij de Kruidvat, die hebben ook nog wel eens dit soort lijnen, maar het hoeft op zich ook niet per se, want hij zat in mijn Project P bakje. Iets wat niet op is, zijn deze Balea Vitamine C concentrat dingen. Mijn huid werd hier zo vet van. Er zitten ook vrij veel siliconen in. Waardoor ik het gevoel heb dat de vitamine C die er echt wel in zit, niet goed door kan dringen tot de huid. En wanneer ik deze gebruikte in de avond, dan was de volgende dag, hoe goed ik het ook cleanse, mijn huid gewoon rete vet. Gleed mijn make-up van mijn huid af. En daar werd ik gewoon niet heel blij van. Kun je misschien voorstellen. Ik heb er 4 geprobeerd. Die andere 3 ga ik lekker weggeven. Of weggooien. Niet geven. Weggooien. 2 proefmonstertjes. Paula's Choice kreeg ik van bij een bestelling van Paula's Choice. Focus is op mijn ding. Ja. Een cleanser heb ik gewoon kunnen gebruiken. Maar ja, wederom, het was fijn voor die ene keer. Mijn huid werd er zacht van. Maar ik kan niet beoordelen over hoe het verder ging. Want ja, één keer. Hetzelfde geldt voor dit Vichy-maskertje. Het Hyalu-mask. Dat komt denk ik van hyaluronzuur. 1 keer kunnen gebruiken. Ik kan er niks over zeggen, want ik heb maar 1 keer kunnen gebruiken. Maar het derde ingrediënt is alcohol, de nat gedenaturaliseerde alcohol. En het vijfde ingrediënt is hyaluronzuur. Maar die alcohol snap ik dan niet. Dus het was wel denk ik een maskertje dat als je een vette huid hebt goed voor jouw huid kan zijn. Maar ja, ik hou niet van alcohol in mijn producten. Hebben we een aantal face maskertjes opgemaakt. Deze komt van de Action, de Clay Sheet Masker. Dit was zo'n tweedelig maskersysteem. En daar werd mijn huid heel erg zacht van. Vond hem heel erg fijn. Deze komt van de Hema, het stroopwafelmasker. Hij is een beetje viezig. Zat in een 10 random review en komt ook nog een post van op Instagram. Vond ik heel fijn. Deze vind ik super duper fijn van de Action. Ik weet niet of hij nog te koop is, maar als hij te koop is, dan zou je even bij de zonnebrandproducten moeten kijken. Want hier zitten echt super goede ingrediënten in. Aloe vera is het 4e ingrediënt. Het 5e ingrediënt is hyaluronzuur. En het 6e ingrediënt is een andere hyaluronzuur. Dus een andere variant ervan. En op de 4e regel staat niacinamide. Nou, geweldig. Ideaal. Echt een vrouwtje masker. Dit was een maskertje voor de T-zone. Kocht ik bij de Die in België, in Gent. Ik vond hem niet bijzonder. Nee, ik kan hier niks van zeggen wat het deed of zo. En hebben we dit maskertje. Deze heb ik bij een vriend opgemaakt met blueberry en yoghurt extract facial sheet masker. Ook van de Action. En deze vond ik wel heel fijn. Zitten ook goede voedende ingrediënten in. Niacinamide, aminozuren, glycerine. Allemaal topspul. Parfum en make-upjes. Ik heb 2 parfummetjes opgemaakt. 1 proefmonstertje van Cartier. Wasé Valé. Hier heb ik heel veel proefmonstertjes van mijn schoonmoeder gekregen. En die heb ik met liefde opgemaakt. En ik heb iets opgemaakt wat ik van het merk de Service Parfumado kreeg. Daar kun je dus voor
12,50 of zo krijg je iedere maand zo'n staaltje opgestuurd. Daar zou je een maand mee moeten kunnen doen. En dit is Angel Muse van Cherry Mugler. Mugler. En deze vond ik heel lekker. Hebben we nog make-upjes? Ik heb mijn poedertje van Style London opgemaakt die in de Style Tone box zat. Dit is een bananenpowder. Ik vond hem lekker ruiken. Hij was wel wat geparfumeerd, want anders kon ik niet zo lekker ruiken. En dit is een banana setting powder, officieel alleen voor onder je ogen. Maar ik heb hem voor mijn hele gezicht gebruikt en ik vond hem heel erg fijn. Lichtte mijn huid mooi op, hield mij mat. Ik vond hem prima, meer dan prima eigenlijk. Hebben we een wenkbrauw pencil van Makeup Revolution opgemaakt. Dit is heel erg vergelijkbaar met die van Catrice. Ook zo'n dun puntje. Er zit een spoelie aan de achterkant. En dan kun je die zo omhoog draaien. Nou is helemaal op, dus er komt niks meer uit. En ik ben nou die van Essence aan het proberen, die ik in 1+1 gratis actie heb gekocht. En die van NYX probeer ik op te maken, een van mijn favoriete wenkbrauwproducten. Want dan kan ik ook weer eens iets anders gaan proberen. Dan heb ik nog een Essie Grow Stronger Base Coat opgemaakt. Deze heb ik als base coat gebruikt, maar ook gewoon als ik een keer een dagje blanke lak op wilde hebben. Wat met mijn werk toch wel handig is, want officieel mag ik dus geen nagellak dragen. Maar die heb ik zodoende opgemaakt. Er zit nog een heel klein bodempje in, maar ik krijg het er gewoon niet meer uit. En dat is gewoon niet handig. De bak is leeg. Helemaal oppadepoppadepop. Ik wil je heel erg bedanken voor het kijken. Ik hoop dat je het leuk vond. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal. Maakt me heel erg blij. Doe een duimpje omhoog. Laat een reactie achter. En vergeet me niet te volgen op Instagram. Heel graag tot de volgende video. Doei!